Groot nieuws dus rond het televisieprogramma The Voice of Holland. De hele week gaat het er al over. De bom die zaterdag is ontploft rondom The Voice of Holland. De afgelopen tijd stond geweld tegen vrouwen volop in het nieuws. Zo heeft de boosaflevering over machtsmisbruik veel tongen losgemaakt. En hebben de recente moorden op jonge vrouwen de veiligheid van de vrouw ook ter discussie gesteld. Maar dat is helaas niet alles. Meer dan de helft van de Nederlandse vrouwen heeft het afgelopen jaar situaties vermeden uit angst voor fysiek of seksueel geweld. En dat is niet zomaar, want 2 op de 3 vrouwen is wel eens lastig gevallen op straat. Een aantal jaar geleden ben ik zelf ook fysiek aangevallen door een man. Hoewel hij met zijn poten van mij af had moeten blijven, had ik me misschien sterker gevoeld als ik mezelf kon verdedigen. Daarom ga ik vandaag een zelfverdedigingscursus Krav Maga volgen. Martijn, hoe kom ik hieruit? Ja, dat zal ik je uitleggen. Dit is een veel voorkomende situatie van een man bij een vrouw, omdat ik in een hele sterke positie sta. Mm-hmm. Totdat je Krav Maga kan en weet wat je moet doen. Krav Maga is geen vechtsport, maar echt zelfverdediging om te leren je veiligheid te vergroten. Oké, duidelijk. En wat gaan we doen? Nou, vandaag ga ik je leren welke van de meest voorkomende situaties je uit kunt komen. En dat je eigenlijk gewoon jezelf heel makkelijk kunt redden met een paar basisvaardigheden. Oké, maar wat kan ik dan doen, Martijn? Want jij ziet er best wel sterk uit. Ik denk niet dat ik jou aan kan. Hoe zou ik jou nog kunnen handelen? Nou, allereerst zorg dat je hier niet bent. Als je iemand niet vertrouwt, als je dat gevoel van binnen hebt, dan klopt er iets niet. Luister ernaar. Zorg dat je weg bent. Ja. Kom je in die situatie? Mijn fysieke kracht heb ik niks aan als jij me in mijn ballen schopt. Me je vingers in mijn ogen propt. Me goed in mijn nek bijt. Eerst in mijn gezicht spuugt en dan mijn stoel op mijn hoofd slaat. De mentale factor is heel belangrijk. Maar daarnaast, ik ben daar niet mee bezig. Ik denk alleen, ik ben hier de sterkste. Ja. Maar dat is een grote mythe. Oké, je kan gewoon zo. Sjoef. Ja, nou ja, niet op die manier. Maar je gevechtsbereidheid is goed. Oké, ik vind dit nu al eng. Een van de situaties is bijvoorbeeld dat je van achter gegrepen wordt. Ja. Dat kan zijn dat ik je van achter besluip en van achter grijp, maar van ook gewoon van de voorkant. Heb ik opeens een hele sterke positie. Was dat iets te? Nee, dat is perfect. Nou, ik zag je heel mooi wat je deed. Ja. Kijk, dit is Krav Maga, maar dat hoef je niet te leren. Want dit is de intuïtieve reactie. Oké. Vanaf hier geef je dus weerstand dat mijn hand op je keel gaat. Ja. Vanaf hier gaat deze hand, prop maar even mijn ogen in. Ja, gewoon je hand open, want dan heb je een groot oppervlak. Vingers ontspannen en gewoon naar achteren steken. Dit been stap je naar achteren en draai met je rechterschouder naar me toe. Kijk eens. Hey, waar ben je nou? Weg! Oké, ja? Let's do this. Oké. Tussen 2016 en 2020 zijn er 211 vrouwen vermoord. De helft van de moorden zijn gepleegd door partners of ex-partners van deze vrouwen. Oh shit, dus dit gebeurt ook vaker, Martijn. Klopt, ook dit is een veel voorkomende situatie. Oké, wat moet ik doen? Nou, allereerst, je merkt die instinctieve reactie, die handen gaan er naartoe. Ja. Hou ze gewoon daar. Ja. En als je ze alleen al die armen soort van knuffelt, dat ze niet harder om je keel komen, dan is het al heel goed. Mm-hmm. En daarnaast, ik heb een stevige basis nodig om jou vast te kunnen houden. Okay. Dat is voor jou heel mooi, want die ballen roepen weer naar je. Oh. Schop me, klets. Juist. Oké, dus ballen weer. Ja. Oké. Dag Lisa, doei. Nee, het ging niet goed. Nog één keer. Het gaat steeds beter. Zo. Wow. Holy shit. Voelde je die fire? Effectief. Effectief. Maar precies wat je moet doen. Ja, toch? In deze situatie kan je niet meer praten. Nee, man. Kan je ook niet wegrennen, je zit vast. Dus aanvallen. Nee, man. 2,4 miljoen van de Nederlandse vrouwen is wel eens slachtoffer geweest van fysiek geweld. Daarnaast is 91% van de plegers van fysiek of seksueel geweld tegen een vrouw man. Dit is heel gewelddadig, ik breng je naar de grond, ja. Maar dat is eigenlijk maar voor één reden. Allereerst, mocht ik je willen zoenen, mocht ik dichtbij je willen, wat ik natuurlijk graag wil in deze positie, vingers, 2/3 vol mijn ogen, goed zo. Nu je knie voorlangs en hard afduwen. Hup. En nu kun je inderdaad nog een keer dooraanvallen. Oké. Als je er niet... Inderdaad. Oh. Ja, toch? Ja, de ballen. Ja, toch? Okay. En rennen. En rennen.
Ik weet dat je misschien een beetje voor nep doet als je zo ligt op de grond, maar het geeft me zo'n power van, oh, ik heb die grote martel gewoon uitgeschakeld. Ja, dit is Krav Maga. Ik wil gewoon nog een keertje gewoon zo. Ja, nou ja. En als je er plezier in hebt en je gaat wat vaker die lessen volgen, moet je eens kijken hoe weerbaar je wordt. Oké, Martijn, I got this. Oké, val me even aan. Leg me weer op de grond zoals je net deed en dan ga ik mezelf eruit krijgen. Trappen. Ah, je was er. Kom aan. Je schopt niet. Ik voel me echt krachtiger nu, man. Vooral omdat het weinig moeite kost. Als ik het kan, kan jij het helemaal. Dus ik zou zeggen, probeer Krav Maga uit en sta sterker in je schoenen. Toch, Martijn?